Dames en heren, het is zover. Eigenlijk toch wel het moment waar ik elk jaar weer naar uitkijk. De start van een gloednieuwe My Team Career Mode. F1 22. Laat ik beginnen. Als we er vandaag 1000 subs bij krijgen, als ik die teller met 1k op zie lopen, dan zorg ik dat morgen gelijk al de nieuwe aflevering komt van dit nieuwe seizoen. Dus vergeet niet te abonneren. Stuur deze video door naar iedereen die je kent. Zeg iedereen om te abonneren. Dan gaan we weer vlammen dit nieuwe seizoen. We gaan veel uploaden komende maand. Beloofd. Wil jij F1 nou nog kopen en heb jij tegoed nodig voor je PlayStation of Xbox of weet ik veel wat voor tegoed? Al het tegoed kun je vinden op ikontegoed.nl, dus ga dat zeker even checken. Dit jaar heb je de keuze om als nieuwkomer, als uitdager van het middenveld of als kampioenskandidaat je My Team te starten. Onderin zie je al welk level je bent. Nou, hier ben je al level 16, heb je al 10 miljoen op de bank en al je faciliteiten zijn al level 2. Uitdagers zitten er een beetje tussenin. Maar wij gaan hem natuurlijk starten als nieuwkomer. We gaan een volledig seizoen rijden. Weersvoorspelling is weer bij benadering. Natuurlijk om het leuk te houden, dat ze er ook wel eens naast kunnen zitten. Ik moet zeggen, nieuwe jaar, ik zie er toch weer tjatje uit. Ik heb een keer voor een nieuw avatar gekozen. Nummertje 98 natuurlijk. En de pijn in mijn hart. Het is dit jaar het einde van Worstenbroodje Racing. Die grap is nu wel redelijk uitgemolken. Ik ga nu door met BZ Racing. De shit, man. Bankzitters Racing, natuurlijk. Bankzitters, man. Het dikste YouTube-kanaal van Nederland, ouwe. Je moet er nu een sponsor kiezen. Ik ga gewoon voor de moeilijkste. Verdien 15 constructeurspunten in een heel seizoen. Kijk, het is ons eerste seizoen. We beginnen als een van de slechtste teams. Maar 15 punten, kom op. Als team. Vast wel een keer een gekke race dat je per ongeluk wat punten pakt. Dat moet gewoon te doen zijn. Voor de engine, het is moeilijk. Het is een verhouding tussen geld, prestatie, duurzaamheid. Ah, ik wil een beetje besparen aan het begin, dat ik wat kan spenden. En ik ben gewoon Red Bull fan en ik ga er nooit uitkomen. Dus ik ga voor Red Bull Powertrain. En ik ga Enzo Fittipaldi als mijn teamgenoot nemen. Puur alleen omdat, ik weet niet, ik vind hem wel een legend of zo. Hij speelt zelf ook wel eens F1, dat vind ik wel gewoon lachen. Dus dit is wat we doen. We houden uiteindelijk 1,1 miljoen over. Omdat we best wel goedkope opties hebben gekozen bij zowel de motor als bij onze tweede driver. En we hebben een goede sproeiencontractbonus. We hebben gelijk wat over om te investeren. Kijk dan, daar gaan we dan. Zo, lekker bootje. Ik moet zeggen, voor een team. Oh, trouwens, dat een prachtig logo. Sorry dat ik geen graphic design heb. Hallo allemaal en welkom bij deze speciale editie van Paddock Pass. We zijn hier op het hoofdkwartier van het nieuwste team in de Formule 1. 1,1 miljoen had ik nog maar over en ik heb nu al dit vette kantoor, dus dat is lekker. Een beetje vragen beantwoorden, dat is goed. Veel potentie in die nieuwe coureur. Slim antwoorden. Kijk, op basis van wat je hierop antwoordt, zo worden je faciliteiten en een aantal ontwikkelingen die je al hebt aan het begin verdeeld. Dus ik ga hier de focus even op aerodynamica leggen. Kijk, dat zal je aerodynamica zien. Ik wil ook een beetje power unit, aangezien de Red Bull powertrain niet de beste prestaties levert al in de standaard. Mercedes en Ferrari zijn gewoon beter. En dan nog een keer aerodynamica, omdat ik daar echt op wil focussen. Want met het hele nieuwe model wat er in dit Formule 1 jaar wordt gebruikt, is het gewoon belangrijk om dat te weten. Ik moet een groep kiezen waar ik het meest trots op ben en ik blijf op die aero. 3 keer voor aero gekozen, 1 keer voor mijn powertrain. Dat kan je ook zien. Bedankt voor vandaag, dat waardeer ik. En uiteraard ook dank aan alle kijkers thuis. Nee, geen probleem, sowieso bedankt. Je ziet daar al een glimp van de auto. Mijn teamkleuren zijn goud. Dus ik probeer het goud te maken. Ik heb gekozen voor een metallic lak en dan zwart met wit. Ik vind het voor, zeg maar, het is een standaard auto. Als in, hè, het is geen design, het is wat in de game zit. Ik vind dat met dat weerkaatsende licht, ik vind het best nice. De bedoeling is dat dit goud moet zijn met zwart. Zo gezegd, er komt nog een echte persoonlijke livery, net zoals ik vorig jaar had. Maar omdat de game nog niet uit is op het moment dat ik dit speel, kan dat op dit moment nog niet. Dus dat binnenkort. Maar dat gouden, ja, dat doen we wel lekker. De nieuwe car design, ik vind sowieso de nieuwe F1-auto's echt gruwelijker uitzien. Dus ik ben er blij mee. Ik moet ook zeggen, het logo, fantastisch gelukt. We gaan beginnen met een aantal activiteiten. Trainingskamp voor de coureur, wat mijn middelenpunten en beter de tweede coureur oplevert. Dat heb ik al nodig, want hij is niet heel goed. Zo gezegd wil ik de focus op aerodynamica leggen. En dit levert me 600 middelenpunten op. Plus een verbeterde aerodynamica chassis afdeling. Bij de aandrijflijn naar duurzaamheid gaat het wat naar beneden. Maar goed, duurzaamheid komt wel. En als je nu al naar de ontwikkelingen gaat op basis van de antwoorden die ik heb gegeven, is bij mijn aandrijflijn al 7 van de 25 ontwikkelingen doorgevoerd. Hier vanuit de leverancier komt er een hoop. Dat is dus vanuit Red Bull Powertrains. Hier heb ik geen invloed op. En we hebben ook al een ontwikkeling gekregen op basis van het antwoord dat ik op vragen heb gegeven. Bij de aero zijn er dat pas 2. Bij chassis is dat zelfs nog 0. En bij duurzaamheid 2. Dus ik denk dat dit wel een slim antwoord is. Verder is mijn aerodynamica afdeling al level 1. Dus dat is sowieso lekker. Daar kunnen we al wat mee gaan doen. Fabrikage, bouwtijd, kwaliteitscontrole en middelenpuntengeneratie zijn er al geüpgrade. Nieuw dit jaar is de pit
uitrusting. Hierdoor wordt je pitcrew gewoon beter. Want je kunt dus fails krijgen tijdens een pitstop dat er iets misgaat met een wheelgun, et cetera. Dus dat is ook belangrijk om in de gaten te houden. Ik twijfel zelfs om dat nu meteen al te gaan upgraden, omdat ik geen zin heb dat dat fout gaat, maar goed. Het eerste geld dat ik uit ga geven is de kwaliteitscontrole van het chassis. En dat is puur omdat het chassis dus nog geen enkele upgrade heeft gekregen. Dus die loopt al wat achter. Dus als ik dan de faciliteit wat upgrade, wordt de inhaalslag wat makkelijker ten opzichte van mijn andere afdelingen. Eerste 1000 resource points ga ik stoppen in de ontwikkeling van mijn DRS. Die is dan, dat is een kleine ontwikkeling, is wel voor Bahrein Rijn al binnen. Dan heb ik verder helaas nog niet genoeg punten om nog iets te doen, dus dat komt wel. Van het geld dat ik over heb ga ik de ontwikkelingsfeedback van mezelf upgraden en de vermogensmapping. Hierdoor heb ik minder motorslijtage en verdien ik 10% meer middelenpunten. Dus dat is ook wel lekker. En ik heb op dit moment toch voldoende geld, dus dat is prima. Dan gaan we een stukje van de week doorspoelen en hebben we onze eerste evenement. Fittipaldi doet het goed in de simulator. Daarom kun je hem plus 7 tempo of plus 7 bewustzijn geven. Ik ga voor tempo. Alles hier is tempo. En dan een dag later komen er lekker wat middelenpunten binnen. Kwaliteitscontrole van het chassis is geüpgraded naar level 1. Daar gaan we meteen gebruik van maken in de vorm van een gewichtsvermindering aan de centrale bodem. Deze komt pas na Saoedi-Arabië binnen voor Australië als die lukt. Want hij heeft 30% faalkans. Maar we gaan hem wel alvast doen. Nu we weer een week doorskippen. Weer een evenement van personeel. Zo, het gaat goed hier. Fittipaldi voelt zich vandaag extra gemotiveerd. Hey, Fittipaldi is lekker bezig, man. Hij gaat lekker naar de gym. Voor 7 ervaringen waard. Hebben we weer middelenpunten binnen. We krijgen er 180 per week. Dat is niet heel veel. Maar daarvan kunnen we geen upgrade doen. Helaas aan de Aero. Dat wilde ik. Bij het chassis zijn we al een upgrade aan het doen. En dat is op dit moment nog de maximale capaciteit. Dus daar kunnen we ook geen upgrade doen. Ondanks dat we ons niet per se willen focussen op de aandrijflijn. Het is zonde om nu geen upgrades te doen. We sluiten toch het motorvermogen wat te gaan upgraden. Wel 40% faalkans, omdat daar nog niks ontwikkeld is aan de faciliteit. Anders zou er 10% faalkans afgaan. Dat zag je ook bij het chassis net. Daar was de faalkans maar 30. We kunnen nog niet haasten, want dat hebben we ook nog niet vrijgespeeld. Dus met 40% faalkans is dit hopelijk binnen voor Australië. Maar de kans is ook groot van niet. Komt onze eerste... Nee, shit. Ik wil zeggen, komt onze eerste ontwikkeling binnen dat we niet met de kale auto naar Bahrein gaan. Maar helaas, de DRS-activeringsmechanisme mislukt. Kunnen we nu wel alsnog doen voor 300 resource points. Is hij met 0% faalkans, oftewel zeker binnen voor de volgende Grand Prix in Saoedi-Arabië. Dus dat gaan we sowieso doen. Dan hebben we in ieder geval één upgrade dan, ondanks dat het maar een klein is. Hey, ik zeg je eerlijk, onze tweede rijder heeft best wel een behoorlijke upgrade gekregen deze week. Is nu gewoon 66 beoordeling. Dat is best prima voor Fittipaldi. We zijn dan in Bahrein en we zijn niet eens het slechtste team. Ferrari het beste. Gevolgd door Red Bull, Mercedes, Alfa Romeo op 4. Dat zou Raoul leuk vinden. Alpine op 5, Haas op 6. Nog over Alfa Tauri heen gegaan met zijn ontwikkelingen. Wij op 7 voor McLaren, Aston Martin en Williams. Het slechtste team. Een leuke herverdeling. Zijn we niet gewend. We gaan maar gewoon beginnen. Eerste trainingen, nieuwe trainingen. Belangrijk om het onder de knie te krijgen. Dan quali en de race van Bahrein. Maar allereerst, de vernieuwde trainingsvorm althans. Grafisch ziet het er allemaal wat anders uit. Verder lijkt het redelijk op de oude game. Ik moet zeggen, ik reed hier die bandenslijtage, dat programma zeg maar. En je ziet dat ik echt heel goed op mijn banden ben. Als in heel zuinig en mee om kan gaan. Dat heeft ook te maken natuurlijk met de setup die je rijdt, de manier hoe je rijdt, et cetera, et cetera. Maar je kunt nu ook eenmaal in het dashboard de data zien hoe het ging. En je ziet ook echt dat de voorspelling is dat een band 9 rondjes meegaat. En bij mij ging die naar verwachting 11 tot 12 rondjes mee. Het scheelde per rondje wat de berekening zeg maar was. Oftewel, we rijden een setup kennelijk die goed is voor de banden. En we hebben ook nog eens een manier van rijden kennelijk die prima is voor de banden. Als je ziet dat we de middelenpunten bij krijgen, we hebben al onze trainingsprogramma's gehaald. En dat is zeker in de beginfase van My Team natuurlijk heel belangrijk. Omdat je die middelenpunten nodig hebt om door te kunnen ontwikkelen. En daarbij krijgen we ook 9 kortingen. Omdat we die ook allemaal gehaald hebben. Omdat we dus de doelen van de trainingen allemaal bereikt hebben. Super belangrijk aan het begin van jouw My Team. Om dat allemaal te halen. Om zo makkelijker aan upgrades te komen. En zo makkelijk door te kunnen ontwikkelen. Als je ziet dat... Nou, in ieder geval voor mij nu, niet mogelijk is om 2 pushlaps achter elkaar te doen. Mijn batterij is nog dusdanig slecht dat hij na 1 kwalificatierondje 70% op is. En dus nog maar 39%, 38% had ik volgens mij nog maar over. Oftewel, dan heeft het geen zin om een tweede pushlap te doen, want dan kun je je batterij niet volledig benutten. En dat is gewoon zonde, want dan mis je vermogen. Als je ziet dat wij in onze tweede run, zeker hier in deze combinatie, veel tijd winnen. Sowieso was het geen denderende tijd in 1.33.2, maar goed, het was toch allemaal een beetje nieuw. Ik heb echt nog nooit zo lang getraind voor een Grand Prix, als in
Natuurlijk de hele setup manier is veranderd, omdat je totaal nieuwe auto's hebt. Je probeerde eerst een setup te rijden zoals je dat vorig jaar deed, maar dat voelde niet heel lekker. Nu had ik best wel een stabiele auto. Ik had best wel, zeg maar, confidence dat ik gewoon vroeg op mijn gas kon en naar vol gas kon zonder de achterkant te verliezen. Maar aan de andere kant was hij ook wel een beetje stroef zo nu en dan. We halen uiteindelijk 16e van onze tijd afgegaan naar een 1.32.5. En dat is op dit moment de 17e plek in Q1. Mijn teamgenoot staat 11e. En dat is toch wel bijzonder. Fittipaldi 1,2 seconden sneller. En dan kun je zeggen, Rob, je AI-niveau staat te hoog. Want je teamgenoot is veel sneller en die rijdt in dezelfde auto. Dus dat is altijd de makkelijkste manier om te vergelijken of je niveau goed staat. Maar ja, hij staat gewoon 11e en ik 17e. En op zich, met de auto die we hebben, is juist die 16e, 17e plek in principe, ja, waar je zou moeten staan qua auto. Omdat je, ja, je hebt drie teams die slechter zijn. Dus in theorie zijn dan nummer 22, 21, 20, 19, 18 en 17. En zouden wij 16 en 15 zijn. Heel bot gezegd. Natuurlijk kun je het altijd beter doen met de auto, omdat die baan je meer ligt. Of dat je een betere setup hebt gevonden, et cetera. Maar op zich dat ik me hier als 16e kwalificeer op dit moment, is helemaal niet heel raar. We doen nu wel twee pushlaps achter elkaar. Maar let op, rechts onder in beeld. Je ziet dat ik mijn ERS in het bochtige gedeelte even uitzet. En dan weer aanzet. En dan dadelijk weer een stukje uitzet. En op die manier spaarde ik iets meer batterij, want ik wilde gewoon nog een extra pushlap doen. Want ik dacht dat er nog meer in zat. Uiteindelijk verbeteren we inderdaad onze tijd nog met, ja, wat is het? 20.000ste of zo, 2/10. Ja, uiteindelijk helemaal niks. En halen wij Q2 dus niet. We kwalificeren ons als 21ste. Dus in dat opzicht zat er wel meer in. Maar ik denk dat ik meer een setup heb voor de race dan voor de kwalificatie. Maar Fittipaldi gewoon 15e. Zieke prestatie van mijn teamgenoot. Maanden van geruchten en speculaties komen vandaag allemaal tot een einde. Nu we weer gaan racen in het openingsevenement van wat een boeiend seizoen belooft te worden. Welkom bij ronde 1 van het Formule 1 wereldkampioenschap van dit jaar. Nog steeds wel onder de indruk van die kwalificatie van mijn teamgenoot Fittipaldi. Maar goed, wij starten dus als 21ste. En als je hier eigenlijk naar de strategieën kijkt, medium hard was de voorspelling. Maar ik kan ook soft medium doen, volgens de computer. En dat is op basis van de trainingsprogramma's die ik heb gereden. Hier snel laat ik even mijn setup zien zoals ik er nu mee rijd. Nogmaals, waarschijnlijk als je dit over een maand na de release kijkt, denk je echt van, gast, what the fuck was dit voor setup? Waarom in godsnaam koos je hiervoor? Maar voor mij voelde dit nu wel lekker. Maar ik kwam toch wel echt pace tekort in kwalificatie. Dus misschien achteraf was het toch minder goed dan ik dacht. Maar moeilijk. Ik heb echt veel tijd erin gestoken en gezocht naar wat ik vooral het lekkerste vond rijden. En misschien is dat niet eens altijd het snelste. Maar goed, we moeten uiteindelijk wel gewoon de volle 29 rondjes op de baan blijven. Dus als ik te veel risico neem met een nog zeer onstabiele, niet ontwikkelde auto, dacht ik van, ja, dan kan het zomaar in de race nog eens helemaal fout gaan. Als we inmiddels onderweg zijn voor onze allereerste start van onze F1 22 Career Mode. Een divebomb in bocht 1. Je ziet Fittipaldi opschuiven naar plek 14. Even zijn voorwiel blokkeren. En wij schuiven door naar plek 16 achter Yuki Tsunoda. En pakken dus gelijk 5 plekken. En dat heeft er mede ook mee te maken dat bijna het hele veld op de medium start. Bijna het hele veld gaat ook gewoon voor de medium hard strategie. Volgens de computer ook in eerste instantie de snelste strategie. Maar ik denk, ja, bij mij persoonlijk niet per se. Soft medium was volgens de computer sneller. Als je hier ziet dat we ook Fittipaldi voorbij gaan. En ondanks zijn geweldige kwalificatie rijden wij dus nu alsnog voor hem. Hij werd een beetje in de weg gezeten door Yuki Tsunoda. Daarom wisten we hem te pakken. Als we zien dat Max Verstappen vanaf pole position goed weg is en de leiding behoudt. En wij dus eigenlijk een divebomb maken in bocht 1. En daar al onze plekken pakken. En zo, ja, gelijk wel iets meer meedoen in de race. Iets meer mogelijkheden voor onszelf creëren. Maar natuurlijk moeten we nu ook wel. Want nu rijden we op de beste band. En straks moeten we naar de mediums toe. En dan, ja, dan wordt het toch een lastiger verhaal. De rest van het veld gaat dan waarschijnlijk wel naar de hards. Maar zeker aan het einde van de race, ondanks dat er wel verwacht wordt dat dit volgens de computer de snelste strategie is voor mij, zal ik wel voorzichtig moeten doen met mijn banden. Want ja, aan het einde van de race gaan mij echt wel aftakelen. Want ik rij een hele agressieve strategie in dat opzicht. In tegenstelling zeker tot de andere mannen die medium hard gaan en dus een veel veiligere strategie hebben en aan het eind van de race vele betere banden hebben. Als je ziet dat in deze nieuwe game je gewoon constant in de race een delta hebt ten opzichte van je snelste raceronde die je persoonlijk hebt gereden, kun je een beetje zien hoe je het doet ten opzichte van, ja, de rest van je stint of je run of überhaupt de snelste tijd die je hebt gereden, kun je het allemaal iets beter bijhouden. Okay, Tsunoda just ahead. Come on, push hard. Okay, gap ahead is 1.1 seconds. They're on old mediums. Okay, they've got 4 laps on their tires. We think they've got one more stop. Your last lap time was 1:34.9. Alright, you're falling back by 1/10 per lap. Ja, aardige briefing krijg ik hier van mijn nieuwe engineer. Maar ja, we verliezen ongeveer 1/10 en daarna wel wat meer.
op Tsunoda. Ik merk toch wel een rondje 5 al dat mijn banden echt begonnen af te nemen ten opzichte van die mediums. Ze zijn eigenlijk echt maar een rondje of 5, 6 waren ze goed. Als we dan zien dat in rondje 6 ik de aansluiting kwijt ben met Tsunoda. Maar over kwijt zijn gesproken, de man die startte vanaf pole position en ook aan de leiding rijdt van de race, raakt de volledige power kwijt in zijn Red Bull. En Verstappen valt dus gelijk al uit in de allereerste race in Bahrein. Nou moet ik zeggen dat dat een aardige visioen is ten opzichte van wat er natuurlijk dit jaar in het echt gebeurde. Natuurlijk viel die toen ook uit. En dan is het tijd voor de safety car. En zoals je ziet, mijn banden 40% al linksachter. Of ja, 39, bijna 40%. Na slechts 6 rondjes. Officieel zou ik pas een rondje 9 naar binnen moeten. Of rondje 10 zelfs, zie ik nu rechtsonder in beeld. Maar we gaan dus nu al. Maar we vergeten één ding. En dat is op confirm change te drukken. En ik pit dus naar een nieuw setje mediums toe. En toen dacht ik van, oeh, dat wordt toch wel gevaarlijk. Met mij gaat ook naar binnen Daniel Ricciardo. Maar die pit naar de softs. Dus die gaat niet voor de 1 stop, die gaat voor de 2 stop. Ik ga dan naar binnen van de soft naar de mediums. En achter mij ook Sebastian Vettel. Als je hier ziet, rechts voor een probleem van mijn pitcrew. Natuurlijk nieuw in F1 22. Je kunt... Je hebt meer invloed en dingen kunnen fout gaan bij een pitstop. Op zich stuurde ik op het goede moment in, waardoor een geschatte pitstop tussen de 2,6 en 2,9 seconden duurt. Maar omdat het dan vervolgens alsnog misgaat rechtsvoor, duurt mijn pitstop 6,2 seconden. En dat is natuurlijk wel leuk aan deze nieuwe game. Dit keer maakt het niet zo heel veel uit. Ik verlies 3 tot 4 seconden tijdens de pitstop. Maar goed, het was toch onder safety car. Dus ik mocht uiteindelijk toch weer aansluiten bij de mannen voor mij. En ik heb er uiteindelijk geen positie door verloren. Dus uiteindelijk maakt het nu niks uit. Maar wel iets om in de toekomst rekening mee te houden. Als we zien dat we weer herstart zijn en gelijk worden aangevallen door Sebastian Vettel. Die als enige samen met Ricciardo en mezelf dus naar binnen is gekomen voor een nieuw setje banden. Maar Ricciardo en Vettel allebei naar de softs. Dus die gaan nog een keer moeten stoppen. Terwijl dat het mijn idee toch wel is om die laatste 20 rondes. Want natuurlijk die 2 rondjes onder safety car, dat komt allemaal wel goed. Die laatste 20 rondes op de mediums uit te rijden. Als we hier zien dat Ocon zijn voorvleugel verliest op de achterkant van de wagen van zijn teamgenoot Alonso. En ook Lando Norris rijdt hier schade aan zijn voorvleugel. Dan weer op de auto van Ocon. Je ziet de brokstukken in het rond vliegen. En dat is ook wel logisch. Zie je de herstart vanaf mijn auto. Het was echt Harris aanremmen bocht 1. Ik heb ook Vettel aan mijn binnenkant zitten op natuurlijk zachtere banden. Daarom besluit ik maar te verdedigen. Probeer ik het hier aan de binnenkant nog even. Latifi blokkeert nog een wieletje. En zo ging dat hier en daar overal wel. En verliezen dus 2 man hun voorvleugel. En ik bleef ondertussen in strijd met Sebastian Vettel. Die hier aan de binnenkant van bocht nummer 4 aan mij voorbij gaat. En ja, dit was het vechten ook eigenlijk niet waard. Hij rijdt op softs. Ik op mediums, allebei even nieuw die banden, allebei tijdens safety car gestopt. Maar ik dacht, ja, weet je, ik kan hem nu al battelen. Dan ga ik alleen maar mezelf mee in de weg zitten. Hij moet toch nog een keer stoppen. En ik, als het goed is, niet. Dan kom ik hem straks toch nog wel een keer tegen. Of ga ik hem toch wel weer voorbij. Laat ik hem niet al te veel tijd verspillen met een battle op de baan. Als je ziet dat Vettel ook inmiddels voorbij is aan Nicolas Latifi. En dan naast mij zijn dus inderdaad Esteban Ocon en Lando Norris binnen voor een nieuwe voorvleugel. Ja, en dan natuurlijk ook nieuwe banden. Zij allebei wel naar de hards. En hoeven dan waarschijnlijk ook geen stop meer te maken. Dus ze verliezen alleen maar die 6, 7, 8 seconden voor het wisselen van de voorvleugel extra. Het is niet dat ze ook daadwerkelijk een extra stop hoeven maken. Dat scheelt nog iets. Maar ja, zij dus wel naar de hardband. En ja, achteraf gezien had ik dat ook gewoon moeten doen. Want zij kunnen daar makkelijk... Zij kunnen daar zeker de race op uitrijden. En bij mij wordt het nog maar een vraag. Als ik inmiddels voorbij ben aan Latifi, zo gezegd, die natuurlijk in die Williams echt wel heel erg traag is. Een van de laagst gereden coureurs, samen met Joe. En ik heb natuurlijk nu Fittipaldi naar de Formule 1 gehaald. Die is ook nog lager dan die mannen. Ondanks dat komt hij nog wel even terug battelen, maar wel op een plek waar het eigenlijk niet kan. En dan moet hij daarna ook eigen voor zijn geld kiezen, zo door de sectie bocht 5, 6, 7. En dan in bocht 8 zitten we er helemaal voor en schuiven we dus op naar plekje nummer 18. Maar voor mij veel mannen die nog pitstops gaan moeten maken. Als we nog een keer kijken naar die inhaalactie buiten om bocht 1 en dan aan de binnenkant van bocht 2. Ten opzichte van Latifi, dat zal toch geen concurrent van mij moeten zijn. Dat is nu gewoon al een veel slechter team. Als wij prima de aansluiting kunnen houden met Ricciardo, dat komt mee omdat Vettel en Stroll daarvoor zitten. En die zijn denk ik, Vettel heeft nog de softs, maar Stroll natuurlijk op de mediums. Die zijn echt een stuk trager. En dan uiteindelijk in de slipstream met de DRS vallen wij de McLaren aan. En de McLaren zogezegd in my team aan het begin van het jaar echt nog een hele slechte auto. Als Vettel dan volgende ankers gaat naar buiten stuurt, wij bijna in contact komen met de Duitser. Maar uiteindelijk gewoon buiten omgaan. En Vettel verliest dan in 1 bocht tijd gelijk 2 plekken. Je ziet het ook in herhalingen. Het scheelde echt helemaal niks. Hij ging echt heel erg raar die bocht in. We hebben ook zijn onboord. En
Hij ziet dus aan zijn linkerkant die gouden bankzitters Racing auto voorbij schieten. En aan die rechterkant die McLaren. Kijk, hij stuurt er soort van niet in. Omdat Ricciardo hem gewoon divebombt. We kennen Ricciardo natuurlijk van het laten remmen. Dus een mooie actie van hem. Als we dan vervolgens zien in rondje 12, dus ingang rondje 13. Als er nog 16 rondjes te gaan zijn, zijn daar de eerste reguliere pitstops. We zien onder meer een Haasje naar binnen komen van Kevin Magnussen. In de achtergrond nog een Williams. En zogezegd ook Valtteri Bottas, die op dat moment zesde reed. Dus voorin ook al mannen die naar binnen gaan. En dat betekent dat wij langzaam nu wel wat posities gaan pakken. Zogezegd Albon en Magnussen dus nu naar binnen. Die zaten ongeveer rond dezelfde positie als ik. Dus het is logisch dat ik die voorbij ben. Die moet ik ook al vol kunnen blijven. Kijk, ik ben nu natuurlijk ook Bottas voorbij. Maar Bottas reed zesde. Die zou ik zomaar nog aan het einde van de race nog wel eens tegen kunnen komen. Maar die moet nu wel dat hele gat dichtrijden. Want ik heb mijn pitstop natuurlijk gemaakt onder de safety car. En zij niet. Dus ik ben een seconde of 9 verloren tijdens mijn pitstop. En dan had ik nog een trage stop. En uiteindelijk weer helemaal aangesloten. Dus eigenlijk zelfs amper tijd verloren. En zij verliezen nu een seconde of 19, 20 met een pitstop. De mannen voorin komen nu binnen. Leclerc, we zien Gasly. We zien hier bijvoorbeeld ook Stroll. Ook hij problemen rechtsvoor met zijn band. Ik besef nu dat ik net bij mezelf volgens mij linksvoor zei, omdat ik een vooraanzicht had. Maar dat was natuurlijk ook rechtsvoor, want het ging bij dezelfde band mis. En ook Daniel Ricciardo hier naar binnen. Zo gezegd, hij stopte ook tijdens de safety car, maar hij ging natuurlijk naar een setje softs, net zoals Vettel. En zij maken nu dus al hun tweede stop. Gaan allemaal naar de hards en gaan allemaal die laatste 15 rondes op de hards proberen uit te rijden. Als wij inmiddels al 20% tire wear hebben op onze achterbanden. Wel mooi om te zien. Wij als nieuwe team natuurlijk in de Formule 1. En op dit moment Fittipaldi op plek 5. Die moet wel nog stoppen. En wij op plek nummer 6. Een rondje later is dan ook het stoprondje voor Fittipaldi. Als hij naar buiten komt, moet hij dus nog een rondje of 14 op die nieuwe banden. Die nieuwe harde banden. En je ziet, bij hem gaat die pitstop een stukje beter dan bij mij. Een stukje smoother. En dus een goede stop voor mijn teamgenoot met nummer 97. Wij natuurlijk met nummer 98. Dat vind ik wel leuk. Fittipaldi komt ook als nummertje 11 naar buiten. Sebastian Vettel ook al gestopt. Zijn tweede stop gemaakt. Die komt achter hem naar buiten. Fittipaldi voor Schumacher op plekje nummer 11. En dan zou je zomaar eens dadelijk kunnen zien dat hij gewoon in de punten gaat rijden. Dat zou wel heel erg ziek zijn. Wij op dit moment op P2. Dat is natuurlijk wel heel krom. Je ziet Sainz al op 1,4 seconden achter ons. Nou, die lopen ongeveer 1,5 seconde per rondje op mij in. Die gaan natuurlijk ontzettend hard. En dan, leider in de wedstrijd. Ja, raar dat ik hem nu moet laten zien. Want normaal zou je zeggen, ja, dan gaat het toch helemaal niet om mijn eerste race. Heb je uitniveau te laag staan? Nee, ik ben gestopt tijdens de safety car. Leider in de wedstrijd gaat naar binnen. Mijn achterbanden wel over de 30%. Met nog 13 rondjes te gaan. 12 rondjes te gaan. Ga ik zomaar aan de leiding kunnen komen van de wedstrijd in mijn allereerste race ooit. Let op wat er gebeurt. Hou vooral linksboven in de gaten. Want precies op het moment dat ik Perez voorbij ga, komt Sainz mij ook voorbij. Dit is zo lullig. Ik heb nu net niet aan de leiding gereden van de race. En natuurlijk, dit is het meest vertekende beeld ever. Want dan denk je, hurrop, hoe kun je nou met zo'n slechte auto aan de leiding rijden van de race? Nou, zo gezegd, Sainz, Leclerc, Hamilton, Russell, Perez. Al die mannen die zijn gewoon 2 seconden per rondje sneller dan dat ik ben. Sainz schiet me hier al voorbij op het rechte stuk alsof ik stilsta. Die mannen hebben natuurlijk gewoon heel veel tijd verloren door niet een domme pitstop te maken, maar een pitstop te maken tijdens de race, terwijl dat ik tijdens de safety car deed. En zij rijden nu en op nieuwere banden, weliswaar op hardere. Maar mijne zijn al best wel naar de Filistijnen en die van hun gaan natuurlijk veel langer mee. Je ziet ook iets verderop in dat rondje, komt ook Leclerc mij voorbij, zeker hier met DRS. Ja, het is net of ik stilsta. Ik ga ook helemaal niet battelen met die mannen. Ik moet ook helemaal niet battelen met die mannen. Het enige wat ik aan het denken ben is, Oké, ik heb op dit moment ongeveer een gat van een seconde of 15, 16 richting nummer 10 Tsunoda. En als ik die man voor kan blijven, dan word ik 10e of 9e zelfs. En dan zou ik zomaar punten kunnen pakken. Dus wat ik ook elke keer doe, is hier laat ik iemand gewoon voorbij. Ik lift soms zelfs even. Hamilton gaat er hier veel te diep in en verremt zich. Maar kijk, let op, dan heb ik hier DRS. Kan ik gewoon lekker batterij sparen. Nou, DRS is altijd extra snelheid. Je achtervleugel klapt open. En dan laat ik vervolgens hier, Hamilton mag alsnog voorbij. Die is 10 keer sneller in zijn Mercedes. Maar langzaam komen al die mensen mijn kant op. Perez zat net nog 10 seconden achter mij. En nadert me nu al op 4,5 seconden. Russell mij hier ook weer voorbij. Maar elke keer trek ik die DRS met hun mee. En kan ik dus mee blijven gaan. Maar eventjes met hun meetrekken. En eventjes iets meer snelheid pakken. Als we zien dat Ricciardo, die natuurlijk die tweede stop had gemaakt, hier ook nog eens een fout in gaat. En met zijn McLaren een verloren race rijdt. En wie het nog erger heeft is Alexander Albon, want die knalt er hier achterop. Denk je hier nog eerst van, alleen een voorvleugeltje. Dat is de enige schade, dat komt wel goed. Kan dan je naar de pitstraat en dan door. Maar nee, hij moet zijn Williams parkeren en zijn race is dan over. En hier had ik pure paniek. Mijn banden zijn al 44%. Stel, ik kom nu een safety car, dat betekent dat het hele veld mag aansluiten. Het enige voordeel wat ik letterlijk heb, is dat ik een grote voorsprong heb om
omdat ik dus tijdens safety car ben gepit. Die voorsprong rijden zij langzaam dicht. Maar ik heb natuurlijk gewoon een buffer op de baan. Maar op het moment dat er een safety car is, dan verdwijnt die volledige buffer. Want dan mag iedereen aansluiten. Ja, dan gaat iedereen mij aan de lopende band voorbij rijden. En als ik dan geen pitstop maak, kan ik zomaar laatste worden. Dus het was heel belangrijk dat er geen safety car zou komen. En gelukkig komt die ook niet. Maar even later spint Lance Stroll. Dat is echt ongekend, jongen, al die amateurs. Eerst Ricciardo, nu Stroll. Beide gaan gewoon de fout in. Gaan te vroeg op hun gas. En verliezen de achterkant van hun auto en spinnen. Stroll kan wel gewoon de weg voortzetten. En Ocon, die natuurlijk al voorvleugelschade had eerder in de race, kan er in tegenstelling tot Albon wel net omheen sturen. Dus godzijdank, je ziet links nog hier in beeld dat er een gele vlag is. Maar vervolgens kunnen ze gewoon weer door. En komt er dus wederom geen safety car. Als inmiddels Perez ook voorbij gaat. En mijn banden richting 50% slijtage gaan. En dat is normaal toch wel het punt om een pitstop te gaan maken. Maar goed, we hoeven nog maar 6 rondjes. Dus ik dacht, ja, ik kan nu wel een pitstop maken, maar verlies ik zoveel tijd. Ik verlies nu 2 seconden per rondje. Nou, dat is in 6 rondjes tijd 12 seconden. Als ik een pitstop maak, verlies ik er 19. Ik kan maar beter gewoon buiten blijven en dan zien we wel wat er gebeurt. Gasly behind. Our gap behind is 3.0 seconds. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 9 laps old. Time last lap was a 1.34.2. Hier Gasly loopt gewoon 1,2 seconden per rondje in. En dat wordt alleen maar meer, want mijn slijtage wordt alleen maar hoger. En nu is Latifi weer uit de sessie en ik zat weer, oké, geen safety car. Maar nee, weer geen safety car. Dus al met al kon ik best wel door blijven rijden. We reden natuurlijk op een gegeven moment, nou, bijna eerste, maar zeg tweede. En nu, ja, je Perez rijdt in 1.33. Nou, wij rijden 1.36. Zij gaan gewoon 3 seconden per rondje sneller. Ik ga 35.9, hij rijdt 33.0. Ben ik gewoon 2,9 seconden per rondje langzamer. En zo zie je ook Gasly bij mij voorbij vliegen. En inmiddels komen ook Alonso en Bottas eraan. Besef hoe ver Bottas op een gegeven moment achter ons zat nadat hij zijn pitstop had gemaakt. Maar dat is dus omdat ik het gokje heb genomen om niet die tweede pitstop te maken. En gewoon door te rijden om mijn oude banden. Wetende dat het totale chaos is. Inmiddels 56% slijtage. Dan krijgen we een gele vlag. Want Alonso verlaat daar de baan. En dat zou mij zo even een extra positie kunnen opgeven. Hij probeert mij hier in bocht 10 buiten om me aan te vallen. Hele rare plek. Kan ook helemaal niet. Maar hij is zoveel sneller dat hij, ja, waarschijnlijk zoveel later remde dat hij opeens in die positie wordt gedrukt. Maar ik snap niet wat hij probeert, want dit is echt totaal kansloos. En dan verliest hij dus een plek aan Bottas. En Bottas letterlijk op datzelfde rechte stuk haalt hij mij nog in. Omdat ik gewoon, ja, in elke factor een sitting duck ben ten opzichte van deze auto's. Dit zijn de beste auto's op de grid. En ik ben en een slechte auto en ik heb ook vele slechtere banden. Zij hebben natuurlijk waarschijnlijk 30-40% nu op hun hardband zitten. En ik zit hier nu al richting de 65%. Zag me eens even slippen uitkomen van bocht 8. Ik moet echt mijn best doen om het allemaal vol te houden. Maar in rondje 28 heeft Alonso dat gat van, nou, 7-8 seconden wat hij had gecreëerd. Doordat hij van de baan af was gegaan net. Alweer helemaal dichtgereden. En ook hij gaat me dan dus voorbij. En zo zakken we terug naar de 9e plek. Wetende dat de man achter ons, Mick Schumacher, ook ongeveer 3-4 seconden per rondje op mij inloopt. Met nog anderhalf rondje te gaan, ja, 2-3-4 seconden zou die zomaar nog aan onze staat kunnen komen. Maar op dit moment rijden we 9e, wat betekent 2 punten. Al haalt Schumacher ons nog in, hebben we alsnog een punt. Je ziet, het gaat er echt met gekke secondes vanaf. Inmiddels is het gat nog maar 3,5 seconden. Onze banden zijn 70%. Ik zou zomaar een lekke band kunnen krijgen. Maar uiteindelijk pushen we onze laatste ronde er nog door. Rijden we zelfs onze persoonlijke snelste raceronde. Mede omdat natuurlijk de tank ook bijna helemaal leeg is. De auto licht is. En ondanks die ongelofelijke slijtage heb ik nog mee kunnen profiteren van de DRS. Van mijn grote vriend Fernando Alonso. Die uiteindelijk nog helemaal bij ons wegrijdt. En pakken we gewoon 2 punten in onze eerste race. Puur enkel en alleen omdat wij een pitstop maken tijdens de safety car. En dat was gewoon de winnende strategie. En het mooie is, Sainz pakt de overwinning. Zijn allereerste overwinning in de Formule 1. Hij heeft nog nooit natuurlijk een wedstrijd gewonnen in het echt. Maar hier doet hij het gelijk in de allereerste aflevering. Leclerc wordt tweede, omdat Verstappen natuurlijk ook was uitgevallen. Hamilton op P3. En Perez uiteindelijk op P5. De man heeft uiteindelijk namelijk 2 stops moeten maken. Je ziet overigens ook onze grote vriend Sebastian Vettel als 22e gestart. En ook gewoon 12e geworden. Zo zie je dat pitten tijdens die safety car echt wel zin had. Ja, behalve voor Ricciardo, maar die spinde daarna nog. Anders was die ook veel hoger geëindigd. Dus uiteindelijk was dat de winnende strategie. En zo zie je maar, je hoeft helemaal niet de beste auto te hebben. Als je het maar slim aanpakt. Fittipaldi helaas 14e geworden. Toch wel een beetje jammer. Had misschien meer ingezeten. Bij de constructeurs staan we dan nu op de 7e plek. Ja, en bij de coureurs natuurlijk 9e. Want ja, het is de eerste race. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo gezegd, morgen de nieuwe aflevering als jullie allemaal lekker abonneren. We zijn in één klap al level 3, dus dat is lekker. Wellicht dat we morgen al richting level 5 kunnen voor onze eerste sponsor. We krijgen er nu maar 125.000 euro bij.
dollar trouwens. Dat is niet heel veel. Totaal komt op 1,57 miljoen. Tot de volgende video en later mensen.